Ja, creativiteit is gewoon, vind ik altijd, het moet wel een beetje in je zitten, maar het heeft ook een manier van denken te maken. Dus ik vind dat onze organisatie, wat wij doen, ik wil dat het een organisatie is waar als iemand een vet idee heeft, ga het maar maken. Want op die manier stimuleer je dat mensen over dingen na gaan denken. En als ze het doen en het is niet vet of het, weet je, het scoort niet en mensen kijken niet naar, ja, dan denkt die persoon de volgende keer, dit is wel te makkelijk gedacht, ik moet toch iets anders doen. En we zitten natuurlijk in een wereld die super competitief is, hè, met sportproducties en dat soort dingen. En blijkbaar kijken wij anders naar dingen, of hebben we een andere tone of voice, dat mensen dat toch wel vet vinden. Alleen, er komen steeds ook weer nieuwe mensen bij, die spreken die tone of voice nog niet. Dus die moeten dat zelf weer aanleren. Of die doen iets waarvan wij denken, oké, zo kunnen we het ook doen. Maar het is vooral heel erg creativiteit, is kijken, oké, wat willen we gaan doen? We gaan nu bijvoorbeeld een EK-show maken op locatie. Hadden we eigenlijk nooit bedacht. We kregen een belletje, hey, staan jullie daarvoor open? Gingen we erover nadenken. En toen dachten we, oké, cool, maar als we dit gaan doen, deze locatie, hoe kunnen we het dan nog vetter maken? En daar geloof ik altijd in. Hè? Hoe kan je nou echt ervoor zorgen dat je onderscheidend bent ten opzichte van de rest? Ja, dat betekent dat je heel veel moet kijken, met heel veel mensen moet praten, de ontwikkelingen bekijken en daar altijd je eigen sausje overheen gooien.